Hallo allemaal, van harte welkom bij weer een nieuwe video. Ik ben Joyce Tresor, welkom op mijn kanaal. Ik ben bezig met het onderlaagproject en vandaag wil ik aan de cover gaan werken. Gisteren hebben we deze leuke hoekjes gemaakt en toen heb ik al verteld dat ik heel graag deze mooie kaart die ik gekregen heb van een kappersklant wil gaan gebruiken op het boek. En ik heb nog een paar dingen uitgekozen die ik heel graag wil gaan gebruiken. Zoals bijvoorbeeld deze collagestrip die ik eigenlijk heel spontaan door een Happy Mail wissel heb. Of in ieder geval door het 100 dagen project een Happy Mail wissel heb gekregen van Carla. Superleuk om die te gebruiken op de voorkant. Ik heb natuurlijk die mooie vlinders gemaakt. Dus ik wil één of twee van die vlinders gebruiken die ik bij het nummer niet meer. Maar waarbij we zelf waxpapieren gemaakt hebben. En ik heb van Gudrun een paperdoll set. Superleuk. En daarin zit een dame met een paard. En omdat ik tijdens met het maken van dit boek begonnen ben met paardrijden. Omdat mijn kinderen dat ontzettend leuk vinden. En ik dacht, nou ja, als we vakantie zijn, we kunnen ergens paardrijden. Kan ik ze dat niet alleen laten doen? Dus ik ga het ook proberen te leren. En omdat ik dat tijdens het maken van deze 100 dagen ideeënboek, dacht ik, dat is wel grappig om die dan erbij te doen. Ik vind het wel grappig als die ergens ook hier een plekje kan krijgen. Verder wil ik heel graag ook mijn garenbloemetjes gaan gebruiken. Want die heb ik in de binnenkant niet zoveel gebruikt. Omdat het echt wel heel veel dikte geeft. En nou ja, we zijn er nog niet helemaal doorheen. Maar moet je kijken wat een vetzak dit aan het worden is. Dus die ga ik ook echt niet aan de binnenkant gebruiken. Maar op de voorkant wil ik daar toch wel iets mee doen. En voor de rest ligt er natuurlijk van alles wat ik gemaakt heb de afgelopen dagen. Dus omdat het een video is waarbij ik zelf nog heel erg moet gaan puzzelen en kijken, ga ik een leuk muziekje voor je opzetten. En kun je zo met me meekijken hoe dit ontstaat. Want ik weet zelf eigenlijk ook nog niet precies. En heb er ook niet zo heel veel over te vertellen. Dus ik hoop dat je dat leuk vindt. En dan zie ik je straks. Laat ik je het eindresultaat zien. Tot zo!
Nou, en zo is die geworden. Ik leg hem eventjes in de breedte in beeld, omdat hij, ja, hij past gewoon niet onder de camera anders. Maar ik vind het heel leuk geworden. Ik heb een mooi cluster van stof gebruikt. De bloemen zitten erop. Mijn mooie kaart, die heb ik niet vastgeplakt. Tenminste, de intentie is het om niet vastgeplakt te hebben. Kan ik hem er nog uithalen? Ik weet niet of ik het ga doen, maar het kan in ieder geval. Mijn mooie dame met het paard. Hier de collagestrip van Carla. En in de achtergrond heb ik wat van het waxpapier gebruikt. Nog een bloemetje die we eerder even in het begin gemaakt hebben. En een maskmaking als basis. Ik zat nog met die vlinder, die wilde ik eigenlijk graag gebruiken. Maar ik vond hem gewoon nergens echt heel erg mooi passen. Hij heeft te veel deze, ik dacht eerst hier. Maar hij heeft te veel de kleur van de achtergrond. Dus dat is toch niet zo heel erg mooi. Dus ik laat het hierbij. Ik ben heel blij met hoe het er nu uitziet. Dus ja, ik vind het wel tof. Ja, dat was het denk ik. Dit is weer een de, ik weet niet meer hoeveelste. Maar video voor het 100 dagen project. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om naar te kijken. En ook jullie cover iets moois kunnen geven met de spulletjes die je eerder hebt gemaakt. Heel erg veel plezier en tot morgen. Doei doei!